Wist je dat jij kan reizen naar een vorig leven? Jawel, we hebben voor dit leven ons huidige leven hebben we al een aantal keren hier op aarde geweest in een ander leven uiteraard. En je weet dat heel vaak niet. Uh, je bent je daar niet bewust van, van hoe dat je hier al bent geweest, of dat je al vaak hier bent geweest op aarde of niet. Nu, vorige levens, waarom is dat toch wel soms belangrijk? Omdat het kan zijn hè, dat je in vorige levens heel fijne, geweldige levens hebt meegemaakt, maar het kan ook zijn dat je heel traumatische levens hebt meegemaakt. Dat je in bepaalde situaties hebt gezeten waarin je hebt moeten strijden voor je eigen leven, uh, op de brandstapel bent terechtgekomen, noem maar op, maar ook leuke dingen hebt meegemaakt. Nu, en al die zaken, die trauma's, die dingen die, die je hebt meegemaakt in vorige levens, die zitten op onze ziels DNA. Dus je hebt DNA in je leven, van je huidige leven, maar ook op je ziel zit er DNA, waar het er eigenlijk toch nog een hele hoop op zit. Nu, het kan zijn dat je in je huidige leven op bepaalde blokkades botst, of op bepaalde stukken botst, waar dat je eigenlijk niet van weet van, van waar komt dit nu. Um, en dan is het soms gemakkelijk of is goed om naar een vorig leven te gaan reizen uh, om te kijken van waar dat, dat komt. Bijvoorbeeld, iemand dat ik ken, die heeft uh, heel veel last van bekkeninstabiliteit. Nu, door naar een vorig leven te reizen of met iemand in contact te komen dat in vorige levens gaan, gaan kijken, heeft zij, is zij te weten gekomen dat zij ooit uh, levend begraven is geweest, dus in een, in een kist, uh, en dat zij echt helemaal zo. ...met haar armen naast zich uh, vast zat... ...en dat ze heel hard is beginnen frikken met haar benen... ...om zo los te geraken. Ook heeft zij enorm veel last van claustrofobie... ...terwijl dat zij in dit leven... ...niks traumatisch heeft meegemaakt... ...maar die claustrofobie komt dus ook van... ...levend begraven, levend in een kist opgesloten geweest te zijn... ...en dan eigenlijk zo begraven te worden. Door die zaken, dat je die zaken te weten komt... ...kan je daar ook mee aan de slag met je... Onder bewuste, kan je dan eigenlijk uh, een afspraak gaan maken, met je ego, om dat te gaan herprogrammeren, om daar in dit huidige leven beter mee om te gaan. Dat is een voorbeeldje. Bijvoorbeeld. Maar uh, je hebt ook sommige mensen die bijvoorbeeld uh, in een tweelingzielenproces zitten. Ja. En uh, dat je daar maar niet uit geraakt en dat er maar geen verandering in komt en dat je maar eigenlijk in dat stukje blijft zitten, waardoor dat je leven grotendeels op onhold staat. Ook dan is het is goed om te gaan reizen naar een vorig leven, om te kijken van wat is er eigenlijk allemaal in een vorig leven gebeurd met je tweelingziel, hoe hebben we elkaar ontmoet, wat is er toen allemaal gebeurd? Wat hebben we toen afgesproken? Hoe zit dat allemaal? Waardoor dat je eigenlijk in het huidige leven meer inzichten krijgt in die situatie, en dat je daar eigenlijk beter mee aan de slag kan gaan. Zelf heb ik ooit ook contact gehad met iemand die mij niet kon loslaten, maar totaal niet los kon laten. Um, terwijl dat ik echt aangaf: van het stopt hier, voor mij is het goed. Um, um, ik heb er even genoeg van. En die persoon kon mij niet loslaten en kwam steeds maar meer en meer en meer en dichter en dichter en dichter. Um, niet dat hij mij lastig viel of zo, maar ik vond dat gewoon lastig. Um, die had enorme gevoelens voor mij, heel zorgzaam, heel waakzaam. En ik had zoiets van, laat mij doen. Nu, ik ben daar dan op gaan reizen, naar een vorig leven. En nu bleek dat er in een vorig leven, dat ik... Ja, dat, dat klinkt nu hè, een beetje hot, hè? maar het is gewoon zo. De dochter was van een belangrijke heer, een graaf, een, een, een koning, weet ik het. Um, en die uh, had, um, ik was zijn enigste dochter, en die had uh, aan zijn grote, reusachtige uh, waker, laat het me zo zeggen, uh, gevraagd om, um, no matter what, altijd voor zijn dochter te zorgen en die te beschermen in elke situatie. En hij had daarvoor, mijn vader, een contract moeten ondertekenen: dat dat levenslang zou blijven lopen. Nu. Dat contract was nog steeds gaande, Waardoor je persoon mij in dit huidige leven terug heeft gevonden en mij weer niet kon loslaten. Dus dan heb ik dat eigenlijk moeten gaan verbreken op een bepaalde manier. Om eigenlijk toch um, dat contact, dat, 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 uh, hoe moet dat zeggen, datgene dat hij toen had ondertekend, die acte, dat, dat, die, die trouw dat hij die had beloofd aan zijn. Koning, zijn een heer, uh, om dat eigenlijk uh, te kunnen verbreken. En dat is dan uiteindelijk ook gelukt. Dus zo zie je maar dat door naar vorige levens te gaan reizen, dat je heel veel duidelijkheid kan krijgen, soms ook in bepaalde huidige situaties in je leven. En dat je ook uh, met bijvoorbeeld angsten of, of, of bepaalde zaken waar je nu mee kampt, dat de oorzaak heel vaak in een vorig leven zit, waardoor dat je uh, in. Uh, contact gaat staan daarna, als je terugkomt naar die reis met je ego, en dat je dan met je ego kan uh, afspraken gaan maken om dat stuk te doorbreken. Dus eigenlijk is een reis naar een vorig leven ontzettend boeiend, ontzettend geweldig en heel vaak ontzettend verrijkend. Um, het hoeft niet alleen te gaan over problemen, maar het kan ook gaan bijvoorbeeld van. Um, mijn missie, wat heb ik in mijn vorige leven gedaan? Wat moet ik nu weten met dit of met dat stuk? Of hoe kan ik daarmee omgaan? Of wat moet ik weten uit een vorig leven omtrent die situatie? Ik zeg het, het is zo verrijkend. Het is zo verhelderend. En um, het kan alleen maar um, toedragen aan jouw groei. Dus ik geef een aantal sessies uh, reizen naar een vorig leven. Wil jij daarbij zijn? Je kan je nog inschrijven. Er zijn nog enkele plaatsjes. Beschikbaar. Uh, hieronder of hierboven, ik weet niet waar dat is, kan jij ook uh, de beschrijving lezen van hoe je het allemaal uh, dient te doen of hoe jij kan deelnemen. En ik hoop je dan daar te zien. Doei doei!